Er is nog één ding. Als je mij betreft, redden we dat nog net in de 700 meter die we moeten rijden. Ja. Dat was een leuke opmerking die jij maakte over de locatie van het logo op websites. Dat misschien, waarom dat logo er telkens erbij staat, omdat het... En de vraag was, dat logo hoeft helemaal niet linksboven of rechtsboven. Ja. Maar dat kan gewoon ergens anders staan. Dat stuitte in eerste instantie een beetje op weerstand. Van ja, maar dat is onze... Iedereen doet er lacherig over, ja, als ik het zeg. Ja, maar precies. Toch... Ja. Zo van, dat is onze identiteit. Hè? De identiteit van een website, die kan je daarvan afzien eigenlijk. Ja. En toen kwamen er hele toffe reacties van mensen die zeiden van... Nou, als je mij vindt, herken ik de Telegraaf, die herken ik in één keer. Ja. Die heeft gewoon een bepaalde uitstraling. Ja, en daar heb ik dat logo helemaal niet voor nodig. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En kijk, een goede huisstijl, daar heb je dat logo niet voor nodig. Ja. Dus neem bijvoorbeeld KLM. Stel nou, je neemt de website van KLM en je zet alle elementjes van die website onder elkaar. Ja. Mobiele site, maar simpel gezegd. En je scrolt dan een stukje naar beneden en dan laat je het aan iemand zien. Ja. Grote kans dat als iemand KLM een beetje kent, dat hij gewoon ziet van dit is de KLM website. Die huisstijl is gewoon heel erg sterk. Ja, precies. En het is zeker op mobiel, is dus die huisstijl veel belangrijker dan het logo. Want het logo, woep, en hij is weg. Je ziet hem niet meer. Nee. Je scrolt dit stukje en hij is weg. Gewoon een centimeter. Ja. Dus het moet het doen zonder logo. Het moet gewoon werken zonder logo. En als je op die manier durft te denken, dan kan je ook denken van, nou, moet dat eigenlijk wat bovenaan staan? Ja, inderdaad, ja. En ik merk, want de eerste keer dat ik dit zei, werd er hard om gegrinnikt. Bij KLM zei ik dit trouwens de eerste keer. En KLM die zei toen, nou, dat logo gaat nog niet lukken. Maar de hoofdnavigatie, ja, haal die maar weg eigenlijk bovenaan de pagina. Zet die maar ergens anders, of verberg hem, of wat. Ja, of doe er maar wat mee, want dat is toch een onding. Ja. En... Nou, je ziet nu, merk ik, dat klanten die... Oh, ja, inderdaad. Ja, die zien het dan ook, hè? Ja, dat logo hoeft helemaal niet overal bovenaan te staan. Als de uitstraling maar mijn merk is, als de brand maar op andere manieren overkomt, is dat logo helemaal niet belangrijk. En wat je dan overhoudt, is zo'n stuk vaak. Want het logo moest altijd groter. Ja. En je kan het logo of echt helemaal weglaten, of je zet het lekker in de footer, waar het eigenlijk thuis hoort wat mij betreft. En dan kan je dus de aandacht, meer aandacht geven aan de content. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, of dat het de splash screen hebt of zo, die je hem gewoon heel even ziet. Nou ja, dat hij dan, heb je. Dat hij dan verdwijnt. Het idee kwam bij mij vanuit inderdaad de mobiele apps. Ja. Geen enkele mobiele app heeft een logo bovenaan de pagina staan. Dat doet gewoon niemand. Nee. Natuurlijk niet. Nee, maar dat is allemaal waardevolle ruimte ook. Ja, heel waardevolle ruimte. Maar dat is het op een website ook, hè. Je denkt altijd dat een website heel veel ruimte heeft, maar dat heeft het niet. Een website heeft ruimte in de breedte van oudsher. Ja. Niet in de hoogte. De hoogte was vaak maar iets als 450 pixels of zo. En daar gingen we dan 150 pixels van gebruiken voor het logo plus de hoofdnavigatie. Ja, precies, ja. En vaak had het logo dan ook nog een payoff eronder staan. Ja. Heel, oh ja. Wij maken dingen beter. Dat mocht echt wel lekker groot. Of een header met een hele visual erin. Ja, precies, ja. Met een gradient erachter. Ja, 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 mooi. Ja. Ook hebben ze allemaal gemaakt, geloof ik. Ook voor mijn eigen website. Ja, ik ook. Of mooie fotografie erboven. Maar dat zie je dan weer wel heel vaak. Maar goed, dat kan ook echt wel zijn waarde hebben, natuurlijk. Maar ik merk ook dat, nu merk ik dat zeker een aantal belangrijke magazines, die gebruiken nu een fotografiestijl om die signature te bepalen. Dus dat mensen eigenlijk aan de mooie fotografie over het onderwerp kunnen zien. Zo van, dit is een, een New York Times ding. Okay. Omdat het een bepaalde kleursaturatie heeft en warmte of weet ik veel wat. En dat is best wel tof. Ja, het kan typografie natuurlijk. Typografie is super belangrijk. Ja. Dat zie je nu echt. Dat lijkt ook echt de identiteit een beetje over te nemen. Dat mensen het ook weer. Ja, maar als je bij oudsher is het. Als je kijkt naar een huisstijl, dan is typografie super belangrijk. Ja. Dus dat is iets wat echt. Mensen zien het niet bewust, maar je ziet het. Als je een ander font daar neerzet, dan is er iets mis. Ja. En.
Oh, op die dame na. Dat is een, ja. Ja, ik denk, ik bedoel, als je de KLM, zei die herken je gewoon, dat is Noah. Dat is een heel mooi font. En dat is, als je die ziet, dan denk je zo van, ah, KLM, prima. Ik ben nu een website voor Katrien aan het ontwerpen. Oh. En die is ook, daar ben ik begonnen met de lettertypes. Uh-huh. En daarna ben ik pas layout en verf, ben ik daarover gaan nadenken. Maar eerst lettertypes. Huh. Ja, dat is, dus je bent een soort van identiteit voor haar aan het definiëren met behulp van ja, want ze had nog vond. Helemaal niks, dus dan kon ik dat lekker vrij ben ik erin. Ja. Cool. Ja. Hey jongens, we zijn er. We zijn er. We zijn in het immer rustieke en pittoreske Osdorp. Dank jullie wel voor de aandacht. Als dit een viewing was, ja, dan kruip ik nu weer uit mijn schulp en dan kunnen we er nu over ouwe hoeren. Precies, ja. Tot ziens. Doei.